Geen hands, zegt de scheidsrechter. Was tegen de arm aan van Plaski, maar onvrijwillig van Kortbij. De Wolken, Vallendalen, het is de kiespositie hier. Krijgt dan ook de bal. Zeer goed voorgezet. Semmeling. De nul te lang wacht. Lambert, goal! En 1-0 voor België. Na 13 minuten. Hier krijgen we het opnieuw. Daar gaat Semmeling komen. Tegen een Portugese voet. Dan gaat die bal naar de nul toe. Maar de wacht te lang. Komt als Silva voor de voet van Lambert. En met de linker voor de Damas. En 1-0. Van Moer opnieuw via Vallendalen. Niet te gevaarlijk draaien. Plaski. Maar beter dat dan risico's nemen. Laat de fluiters maar fluiten. Van Moer. Voorpol van Imst. Oh, in de rug te diep. En een strafschop. Lambert is normaal onze strafschopnemer, deed dat in Mexico en gaat dat ook nu doen. Eusebio, daarbij scheidsrechter Pintado, beïnvloeding nu. En maakt er een putje. De scheidsrechter, dat mag je niet. Het is de speler die de bal mag leggen op de witte stip. En de scheidsrechter mag zeggen of het juist is of niet. Daar krijgen we nu na precies 20 minuten een zenuwoorlog. Oh, wat komt dit beeld hier tussen doen? Ook Plaski daarbij, alsjeblieft. Die doet daar Eusebio weg, die er niks te maken heeft. En Perez. En beklagen we maar even Raoul Lambert. Maar Raoul is iemand die weinig strafschoppen wist. Daar nog even een Portugees die de bal kon verleggen. En voilà, dat is de oplossing. Eerst de Portugezen buiten het strafschopgebied en dan Raoul Lambert. En Raoul heeft de gewoonte die zelf te leggen. En Theo komt zeggen dat Raoul Lambert die mag leggen. Voilà, nu is het goed, hopelijk. Na een paar minuten krijgen we dan eindelijk die strafschop. Duimen voor Raoul Lambert. Vallendalen, Van Moer. Van Moer in een nummertje nu. Mooi, als men dat kan. Van Moer, van Imst, prachtig, de nul. En 3-0.